bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo, eendjes. De eendjes willen brood. Sorry, mevrouw Eend. We hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging die hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa hond. Hallo allemaal. Hallo, Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal. Wow. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar één bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws? Sport? Ah, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alsjeblieft ook een? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas! We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Hoera! Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eendjes. Tot de volgende keer. De eendjes hebben het ook leuk gehad. Maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. De vriend van George. Peppa en haar vriendjes spelen in de speeltuin. Peppa, Suzie en Henkie staan op de draaimolen. Nee. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor! Daar gaat hij dan! Wee! Sneller! Ho ho! Wee! George is nog te klein voor de draaimolen.
Hij zit op de schommel. Daar komt Kelly Konijn aangehuppeld. Samen met haar kleine broertje Karel. Hallo allemaal. Hallo. Mag ik ook op de draaimolen? Klim er maar op, Kelly. Zullen we super, super hard? De kleine Karel wil ook op de draaimolen. Ah, als Karel erbij komt, kunnen we niet super hard meer gaan. Karel kan met George spelen. Karel, kom je lekker spelen met George? Nee. George heeft een dinosaurus, net zoals jij. Kom, dan gaan we kijken. Karel Konijn is precies even oud als George. Karel wil de dinosaurus van George graag zien. Grrr, dinosaurus. George, mag Karel met jouw dinosaurus spelen? Nee. Karel, mag George met jouw dinosaurus spelen? Nee. George en Karel willen hun dinosaurussen niet delen. George, spelen is echt veel leuker als je deelt. Dat is heel erg lief van George. Dinosaurus! George vindt delen maar niks. Karel, nu mag George de dinosaurussen vasthouden. Karel houdt ook al niet van delen. Wat is er allemaal aan de hand hier? George en Karel huilen altijd als ze samen spelen. Ze zijn nog veel te klein om samen te spelen. Kunnen jullie grote meisjes ze dat dan leren, denk je? Natuurlijk! We leren ze zandkastelen bouwen. Goed idee. Kom, dan gaan we naar de zandbak. George en Karel zijn dol op de zandbak. George, Karel, vandaag gaan we zandkastelen bouwen. Eerst vul je de emmer met zand. Dan zet je de emmer op zijn kop en geef je er een tikje op. Nu til je de emmer op. En hopsa! Karel heeft een zandkasteel gemaakt. En hopsa! En George heeft een zandkasteel gemaakt. Zie je? Samen spelen is zo leuk. Oh nee, dit spelletje is niet zo goed gegaan. Het is de schuld van jouw broertje. Hij vernieuwde het zandkasteel van George. Jouw broertje is begonnen met stuk maken, hoor. Kom, kom. Ik dacht dat de grote meisjes aan de kleine jongens zouden laten zien hoe ze samen moeten spelen. Dat klopt. Wij zijn al groot. En George en Karel zijn nog te klein om goed met elkaar te kunnen spelen. Ik heb een idee. George, wat is jouw lievelingsspeeltoestel in de speeltuin? Wipwap. George is dol op de wipwap. Wipwap. Maar in je eentje op de wip is het lastig spelen. Karel wil ook op de wipwap. Wipwap, wipwap, wipwap. Kijk, George en Karel spelen echt samen. Wipwap, 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 wipwap. George vindt Karel leuk. En Karel vindt George leuk. George en Karel vinden samen spelen leuk. Wipwap, wipwap. Olivia Olifant. Peppa en haar vriendjes gaan vandaag weer naar school toe. De kinderen hebben allemaal een eigen haak om hun jas aan op te hangen. Vandaag krijgen we een nieuwe leerling. Olivia Olifant. Hallo, Olivia. Hallo. Olivia is een beetje verlegen. Wie wil aan Olivia laten zien waar ze haar jas kan ophangen? Ik! Oho, eentje is genoeg, hoor. Peppa, wil jij Olivia wijzen waar ze haar jas ophangt? Natuurlijk, mevrouw Gazelle. We hebben allemaal een eigen jashaak. Deze is voor jou, Olivia. Olivia hangt snel haar jas op aan haar eigen jashaak. Zeg eens, Olivia, wat zou jij vandaag willen doen? Verven, kleien of met de blokken spelen? Ik weet het niet.
Misschien wel met de blokken. En wat kiezen jullie? Verven, kleien of met de blokken spelen? Met de blokken! Ja. Kijk eens aan. Met de blokken spelen is populair vandaag. Want iedereen wil naast Olivia zitten. Olivia, zet dit blok maar bovenop een ander blok. Kijk zo. Het is beter als je ze naast elkaar zet. Nee, kijk zo, Olivia. Miauw. Zo moet je dat doen, Olivia. Nee, Olivia. Gewoon zo. Jullie zijn allemaal heel behulpzaam. Maar Olivia, hoe zou jij met de blokken spelen? Ik weet het niet zeker. Misschien doe ik zoiets. Wauw! Olivia is goed in met de blokken spelen. Het is speelkwartier. Olivia, wil jij ook buiten spelen met de anderen? Ja, leuk. Kan iemand Olivia mee naar buiten nemen? Ja, mevrouw Gazelle. Tijdens het speelkwartier spelen Peppa en haar vriendjes in de schooltuin. Wat een hoop lawaai, zeg. Oké, wie maakt het hardste geluid? Dat is goed. Ik ga eerst. Dat was aardig hard. Nu is Zoe Zebra aan de beurt. Nu Suzy Schaap. En Henkie Hond. Zo, dat is best hard. Ik ben. Nu ik. Nee. Mijn beurt. Peppa kan het hardste. Olivia, nu jij. Ik weet niet of ik dat kan. Doe alsjeblieft. Oké. Komt-ie. Grote griebels, wat was dat hard? Wauw! Doe het nog eens. Olivia is nu niet verlegen meer. Olivia, wil je meedoen met mijn lievelingsspel? Wat is jouw lievelingsspel? Springen in modderpoelen. Dat is ook mijn lievelingsspel. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En Olivia is dol op springen in modderpoelen. Dit ziet er leuk uit. Ja, jippie! Mevrouw Gazelle is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Olivia, heb je het naar je zin gehad de eerste dag op school? Ja, mevrouw Gazelle. En je hebt ook al een hoop nieuwe vriendjes. Ja. Olivia Olifant is mijn vriendin. En Olivia is mijn vriendin. En de mijne. En de mijne. En de mijne. En de mijne. Olivia, wie vind jij het leukst? Ik denk Suzy en Henkie en Zoe en ook Kelly en Pedro en Peppa. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja.
Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we die nog ietsje langer in bad blijven? Baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal één verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden... Oh, sorry hoor, papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Welterusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan papa Big en mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George... Maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. Rotspoelen. Peppa en George gaan met oma en opa Big een dagje naar het strand. Peppa en George zijn dol op het strand. Oh, waar is het zand naartoe? Op dit strand is er geen zand, Peppa. Geen zand? Maar we willen zo graag zandkastelen bouwen. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk. Ik zie daar iets glinsteren. Het is een munt. Wauw. Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh, u heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Auw. Auw. Stoute meneer Krab. Kijk, George. Meneertje Krab loopt opzij.
George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Oh, weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja, we gaan nog een rotspoel bekijken. En wat zie je? Een zeeschelp. Kan je de zee erin horen? Wat bedoelt u, oma? Als je een schelp tegen je oor houdt, dan hoor je de zee. Wauw, ik kan de zee horen. Ik hou van mijn zeeschelp. George, ga jij ook naar een zeeschelp op zoek? Schelp! Dat is geen schelp. Oh. Peppa heeft gelijk. Dat is geen schelp. Wat George heeft gevonden is een fossiel. Wat is een fossiel? Een fossiel is het overblijfsel van een dier dat heel lang geleden leefde toen er dinosaurussen waren. Dinosaurus. Wat zijn rotspoelen leuk! Ja, ze zijn leuk voor ons, maar niet voor dit kleine visje. Een visje? Waar? Oeh. Arm klein visje, hij zit gevangen. Oh. Oh. Het kleine visje zegt dat hij terug wil naar de zee. Waarom gebruik je de emmer niet? Om hem te redden. Ja! Peppa redt de kleine vis met haar emmer. Maak je niet druk, kleine vis. Je bent zo weer bij je vriendjes. Tot ziens, meneertje vis. Tot ziens. Ik hou van rotspoelen. Een winderige herfstdag. Vandaag gaat Peppa naar het park. Brrr, wat is het vreselijk koud. Inderdaad. Brrr. Kom, dan doen we snel warme kleren aan. Op koude dagen draagt de familie Big een warme jas, een muts en een sjaal. Ik doe de kap omhoog. Dan zet ik de verwarming aan. Heeft iedereen het lekker warm? Ja, papa Big. Tijd om te gaan. Daar is het park al. We zijn er. Hoera! Mama, waarom zijn alle blaadjes geel en rood? Omdat het herfst is, Peppa. In de herfst wordt het kouder en veranderen de blaadjes van kleur. Brr, wat een kille wind, zeg. Laten we een spel doen om warm te blijven. Mijn beurt. Oh, ik wil hem helemaal niet die kant op schoppen. De wind blaast de bal hard vooruit. De bal ligt in de vijver. Met deze stok kan ik er vast wel bij. Nog een heel klein stukje, papa. Voorzichtig, papa Big. Ja, ja. Ik heb hem bijna. Papa, is het water koud? Een beetje maar. Dan blaast de wind de bal uit de vijver. Dat is mazzel. Ja, dat is geluk hebben. De wind gaat nog harder blazen. Hou je muts goed vast. Oh nee, de wind heeft de muts van George weggeblazen. Rustig maar, George. Papa Big gaat je muts wel halen. Snel, papa! Kijk! Hij hangt daar in die boom. Dan klim ik erin en pak ik hem. Maar dit boompje kan jouw gewicht niet houden, papa Big. Oké, hoe krijgen we die muts dan terug? Simpel. Ik schud het boompje heen en weer.
Ik denk dat ik wat harder moet schudden. Ik dacht dat zoiets alleen mij kon overkomen. Dit is niet grappig. Ik vind het wel grappig, mama. Inderdaad, wel een beetje grappig. Ja. Waar is de muts van George? Die zit bovenop je hoofd. Oh, hier is je muts, George. En nu goed vasthouden. De wind blaast alle blaadjes van de bomen. Kijk mij eens. Ik leun tegen de wind aan. De wind is sterk genoeg om Peppa overeind te houden. En ook om George overeind te houden. Papa, doe je mee? Ik denk dat ik te zwaar ben. Kom op, papa. Het is echt heel leuk. Goed, oké. De wind is zelf sterk genoeg om papa overeind te houden. Je hebt gelijk. Dit is leuk. Kom op, mama weer. Doe jij ook mee? Maar als de wind stopt, dan lig ik op mijn neus. De wind stopt zomaar niet. En dan stopt de wind. Oeh. Dat is niet grappig. Nou, wel een beetje grappig. Wat zullen we nu doen, nu de wind gestopt is? Wat is je lievelingsspel? Op en neer springen in modderpoelen. Maar er zijn geen modderpoelen. Alleen maar bergen saaie blaadjes. En wat kun je doen met al die blaadjes? Dat weet ik niet. Erin op en neer springen. Papa Big is dol op springen in de blaadjes. En Peppa is ook dol op springen in de blaadjes. Iedereen is dol op springen in de blaadjes. Dit is de leukste herfstdag van mijn leven. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe één oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil jij opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppa is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op en kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F.
Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hey, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot. En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama. Ja, Peppa, die staat je fantastisch. Die staat fantastisch. Goed nieuws. Peppa heeft perfecte ogen. Oh, dus ik heb geen bril nodig. Nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Oh. Hmm. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja, een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja. Teddy gaat een dagje uit. Peppa en de familie gaan vandaag een dagje uit en papa Big heeft een picknick gemaakt. Peppa, George, zijn jullie klaar om te vertrekken? Ja, en ik neem Teddy mee. Dinosaurus. Als je je knuffel meeneemt, moet je er wel goed op passen. Ja, mama. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. Daar gaan we dan. Dinosaurus. George heeft meneertje dinosaurus laten liggen. Oh, George. Wel een beetje op meneertje dinosaurus passen, hoor. Dinosaurus. Zijn we er absoluut zeker van dat we nu echt alles bij ons hebben? Ja, papa Big. Teddy! Ik heb Teddy niet. Waar heb je Teddy gelaten? Ik denk op de keukentafel. Peppa, je moet echt wat beter op Teddy gaan passen. Teddy! Dan gaan we nu echt. Iedereen klaar? Ja, papa Big. Daar gaan we dan. Hier is de picknickplaats. We zijn er. Hoera! Ah, ik hou van deze picknickplek. Het is zo lekker rustig en stil hier. Daar heb je Zoe Zebra met haar vader, meneer Zebra, de postbode. Hallo, meneer Zebra. Heeft u onze post? Oh, nee, vandaag bezorg ik geen post. Ik heb een dagje vrij. Nee. Wij komen hier picknicken. Oh, wij ook. Wat leuk. Zullen we één grote picknick maken? Ja. Wat een fantastische picknick. Mogen George en ik alsjeblieft van tafel en met Zoe spelen? Ja hoor, Peppa. Zoe, ik heb Teddy bij me. Ik heb Aapje bij me. Oeh, oeh, oeh. Dinosaurus. Ik heb een speelgoedservies bij me. Zullen we picknick spelen? Oh, kijk, eendjes. Die komen altijd als we hier picknicken. We hebben alsof limonade. En we hebben ook alsof taart. Dit is alsof taart. Het is heel erg lekker. Oh nee, ik denk niet dat de eendjes alsof taart willen. Niet erg. Dan is er meer voor Aapje, meneertje dinosaurus en Teddy. Verrukkelijk. Aapje zegt, de taart is echt super. Peppa, George, we gaan naar huis. Tot ziens, Zoe. Tot ziens. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. En wij gaan ook naar huis toe, Zoe. Goed, papa. Kopjes, bordjes, Aapje, Teddy. Oh nee, je hoort hier niet te zijn, Teddy. Peppa heeft Teddy laten liggen. Alweer. De hele familie Big is weer thuis. Ah,
Voor vandaag heb ik wel genoeg gereden. Nu wil ik alleen nog maar uitrusten. Op de bank zitten en kijken naar... Teddy! Ik heb Teddy niet! Oh, Peppa. Nu moet papa Big dat hele eind terugrijden naar de picknickplaats. Ja, natuurlijk. Daar is meneer Zebra, de postbode. Ik dacht dat u vandaag een dagje vrij had, meneer Zebra. Ik heb inderdaad een dagje vrij, maar Zoe moet een speciale bestelling bezorgen voor juffrouw Peppa Big. Alsjeblieft, Peppa. Wat is het? Het is Teddy. Je had Teddy laten liggen. Dus nu brengen wij hem bij je thuis. Dank je, Zoe. Vandaag was wel een heel speciaal dagje uit voor Teddy. Maar Peppa, je moet echt beter op hem gaan passen. Ja, mama. Je bent een hele stoute Teddy. Je moet beloven dat je nooit meer zomaar weg zal lopen. Sorry, Peppa. Dat beloof ik. Bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo, eendjes. De eendjes willen brood. Sorry, mevrouw Eend. We hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging die hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo, Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wow. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar één bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws? Sport? Ah, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alsjeblieft ook heen? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas!
We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Hoera! Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eendjes. Tot de volgende keer. De eendjes hebben het ook leuk gehad. Maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. De vriend van George. Peppa en haar vriendjes spelen in de speeltuin. Peppa, Suzy en Henkie staan op de draaimolen. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor! Daar gaat hij dan! Wee! Sneller! Ho ho! Wee! George is nog te klein voor de draaimolen. Hij zit op de schommel. Daar komt Kelly Konijn aangehuppeld. Samen met haar kleine broertje Karel. Hallo allemaal. Hallo. Mag ik ook op de draaimolen? Klim er maar op, Kelly. Zullen we super, super hard? De kleine Karel wil ook op de draaimolen. Ah, als Karel erbij komt, kunnen we niet super hard meer gaan. Karel kan met George spelen. Karel, kom je lekker spelen met George? Nee. George heeft een dinosaurus, net zoals jij. Kom, dan gaan we kijken. Karel Konijn is precies even oud als George. Karel wil de dinosaurus van George graag zien. Grrr, dinosaurus. George, mag Karel met jouw dinosaurus spelen? Nee. Karel, mag George met jouw dinosaurus spelen? Nee. George en Karel willen hun dinosaurussen niet delen. George, spelen is echt veel leuker als je deelt. Dat is heel erg lief van George. Dinosaurus! George vindt delen maar niks. Karel, nu mag George de dinosaurussen vasthouden. Karel houdt ook al niet van delen. Wat is er allemaal aan de hand hier? George en Karel huilen altijd als ze samen spelen. Ze zijn nog veel te klein om samen te spelen. Kunnen jullie grote meisjes ze dat dan leren, denk je? Natuurlijk! We leren ze zandkastelen bouwen. Goed idee. Kom, dan gaan we naar de zandbak. George en Karel zijn dol op de zandbak. George, Karel, vandaag gaan we zandkastelen bouwen. Eerst vul je de emmer met zand. Dan zet je de emmer op zijn kop en geef je er een tikje op. Nu til je de emmer op. En hopsa! Karel heeft een zandkasteel gemaakt. En hopsa! En George heeft een zandkasteel gemaakt. Zie je? Samen spelen is zo leuk. Oh nee, dit spelletje is niet zo goed gegaan. Het is de schuld van jouw broertje. Hij vernieuwde het zandkasteel van George. Jouw broertje is begonnen met stuk maken, hoor. Kom, kom. Ik dacht dat de grote meisjes aan de kleine jongens zouden laten zien hoe ze samen moeten spelen. Dat klopt. Wij zijn al groot. En George en Karel zijn nog te klein om goed met elkaar te kunnen spelen. Ik heb een idee. George, wat is jouw lievelingsspeeltoestel in de speeltuin? Wipwap. George is dol op de wipwap. Wipwap. Maar in je eentje op de wip is het lastig spelen. Karel wil ook op de wipwap. Wipwap, wipwap, wipwap. Kijk, George en Karel spelen echt samen. Wipwap, 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 wipwap. George vindt Karel leuk. En Karel vindt George leuk. George en Karel vinden samen spelen leuk. Wipwap, wipwap.
Olivia Olifant. Peppa en haar vriendjes gaan vandaag weer naar school toe. De kinderen hebben allemaal een eigen haak om hun jas aan op te hangen. Vandaag krijgen we een nieuwe leerling. Olivia Olifant. Hallo, Olivia. Hallo. Olivia is een beetje verlegen. Wie wil aan Olivia laten zien waar ze haar jas kan ophangen? Ik! Oho, eentje is genoeg, hoor. Peppa, wil jij Olivia wijzen waar ze haar jas ophangt? Natuurlijk, mevrouw Gazelle. We hebben allemaal een eigen jashaak. Deze is voor jou, Olivia. Olivia hangt snel haar jas op aan haar eigen jashaak. Zeg eens, Olivia, wat zou jij vandaag willen doen? Verven, kleien of met de blokken spelen? Ik weet het niet. Misschien wel met de blokken. En wat kiezen jullie? Verven, kleien of met de blokken spelen? Met de blokken! Ja. Kijk eens aan. Met de blokken spelen is populair vandaag. Want iedereen wil naast Olivia zitten. Olivia, zet dit blok maar bovenop een ander blok. Kijk, zo. Het is beter als je ze naast elkaar zet. Nee, kijk zo, Olivia. Miauw. Zo moet je dat doen, Olivia. Nee, Olivia. Gewoon zo. Jullie zijn allemaal heel behulpzaam. Maar Olivia, hoe zou jij met de blokken spelen? Ik weet het niet zeker. Misschien doe ik zoiets. Wauw! Olivia is goed in met de blokken spelen. Het is speelkwartier. Olivia, wil je ook buiten spelen met de anderen? Ja, leuk. Kan iemand Olivia mee naar buiten nemen? Ja, mevrouw Gazelle. Tijdens het speelkwartier spelen Peppa en haar vriendjes in de schooltuin. Wat een hoop lawaai, zeg. Oké, wie maakt het hardste geluid? Dat is goed, ik ga eerst. Squeak, squeak. Dat was aardig hard. Nu is Zoe Zebra aan de beurt. Nu Suzie Schaap. En Henkie Hond. Zo, dat is best hard. Ik ben. Nu ik. Nee. Mijn beurt. Peppa kan het hardste. Olivia, nu jij. Ik weet niet of ik dat kan. Doe alsjeblieft. Oké, komt-ie. Grote griebels, wat was dat hard. Wauw. Doe het nog eens. Olivia is nu niet verlegen meer. Olivia, wil je meedoen met mijn lievelingsspel? Wat is jouw lievelingsspel? Springen in modderpoelen. Dat is ook mijn lievelingsspel. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En Olivia is dol op springen in modderpoelen. Dit ziet er leuk uit. Ja, jippie! Mevrouw Gazelle is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Olivia, heb je het naar je zin gehad de eerste dag op school? Ja, mevrouw Gazelle. En je hebt ook al een hoop nieuwe vriendjes. Ja. Olivia Olifant is mijn vriendin. En Olivia is mijn vriendin. En de mijne. En de mijne. En de mijne. En de mijne. Olivia, wie vind jij het leukst? Ik denk Suzie en Henkie en Zoe en ook Kelly en Pedro en Peppa. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa.
Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsje langer in bad blijven? Baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal één verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden. Oh, sorry hoor, papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Welterusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan papa Big en mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George, maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. Rotspoelen. Peppa en George gaan met oma en opa Big een dagje naar het strand. Peppa en George zijn dol op het strand. Oh, waar is het zand naartoe? Op dit strand is er geen zand, Peppa. Geen zand? Maar we willen zo graag zandkastelen bouwen. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk.
zie daar iets glinsteren. Het is een munt. Wauw. Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh, u heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Auw. Auw. Stoute meneer Krab. Kijk, George. Meneertje Krab loopt opzij. George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Oh, weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja, we gaan nog een rotspoel bekijken. En wat zie je? Een zeeschelp. Kan je de zee erin horen? Wat bedoelt u, oma? Als je een schelp tegen je oor houdt, dan hoor je de zee. Wauw, ik kan de zee horen. Ik hou van mijn zeeschelp. George, ga jij ook naar een zeeschelp op zoek? Schelp! Dat is geen schelp. Oh. Peppa heeft gelijk. Dat is geen schelp. Wat George heeft gevonden is een fossiel. Wat is een fossiel? Een fossiel is het overblijfsel van een dier dat heel lang geleden leefde toen er dinosaurussen waren. Dinosaurus. Wat zijn rotspoelen leuk! Ja, ze zijn leuk voor ons, maar niet voor dit kleine visje. Een visje? Waar? Oeh! Arm klein visje, hij zit gevangen. Oh. Oh. Het kleine visje zegt dat hij terug wil naar de zee. Waarom gebruik je de emmer niet? Om hem te redden. Ja! Peppa redt de kleine vis met haar emmer. Maak je niet druk, kleine vis. Je bent zo weer bij je vriendjes. Tot ziens, meneertje vis. Tot ziens. Ik hou van rotspoelen. Ha 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 ha